even een cliché. Maar toch even uit uw column puttend. Nou, zie ik aan mijn benen. Er stond ook iets anders interessants in. Veel meer natuurlijk. Maar u erkent wel, er is ruimte op rechts. Want u spreekt over verslapt rechts. Dat is de reden dat Forum is opgekomen. Moet u toch even uitleggen, wat is dan verslapt rechts? Nou, er zijn gewoon twee dingen die ik zou kunnen noemen. Is gewoon de rechtse belofte van de PVV, die gewoon niet ingelost is. PVV heeft de rechtse kiezers heel veel beloofd op het gebied van integratie en immigratie. En dat was allemaal spierbare taal. En ze regeren niet. Ze kunnen gewoon geen beleid maken. Dus er is een heel groot teleurgesteld. Eigenlijk zijn heel veel mensen van de PVV overgelopen naar het Forum. Daarna komt de VVD, die in twee linkse kabinetten leidt, al een tijdje. En als je regeert met linkse partijen, of linksere partijen dan je zelf bent, dan zijn er natuurlijk compromissen te sluiten. Maar voornamelijk in dit laatste kabinet is er gewoon echt te zien dat er gewoon de belastingen zijn omhoog gegaan. Er is een klimaatakkoord dat gewoon echt niks met de redelijkheid en de afstand van rechts te maken heeft, maar dat gewoon echt geïnspireerd is op linkse ideologieën en links utopisme, en waar de VVD gewoon volledig ingetrapt is. Mm. Er zijn gewoon de rechtse kiezers die gewoon op deze. De migratiecrisis. Er zijn heel veel mensen binnengekomen onder VVD-bewind. Ja. Dat we gewoon niet eens meer wisten wie we binnenlaten. IS-mensen worden teruggehaald onder VVD-bewind. Vooralsnog zegt het kabinet daar, dat gaan we niet doen. Hè? Maar tegelijkertijd worden onderhandelingen gevoerd. Want als de Koerden gewoon echt eerst vrouwen en kinderen gewoon naar de ambassade begeleiden, dan worden ze daar gerepatrieerd. Mm. Dus het is gewoon echt praten met het hele kabinet. Maar het is niet te ontkennen dat er gewoon, en dat is eigenlijk ook geweest bij de formatie, het is een oud zeer, ook bij de formatie met PvdA, bij het vorige kabinet, is er gewoon echt een heel rechtse achterban van de VVD geweest die boos was. Aline en Billis, is er nog steeds. U was op dat festival vandaag, is het hier ook overgegaan? Het gat op rechts dat de VVD misschien zelf heeft veroorzaakt? Ik ben hier op persoonlijke titel, dat in de eerste plaats. Ik heb interesse in de politiek in de algemene zin. En ik ben toevallig VVD-lid en was bij het festival. Ja. Zoals Christiane van der Wal gisteren of eergisteren in NRC zei, is dat we de winkel aan het verbouwen zijn. En daar is vandaag ook op gedoeld. Je ziet dat er best wat gekeken wordt van hoe gaan we de toekomst in. En Maar moet dat recht, hè? Ging het daarover vandaag? Daar ging het niet per se over. Wel de onderwerpen. De onderwerpen zoals defensie, internationaal. Moet je wel of niet, wat moet je met het NAVO vereisen van 2% gaan doen? Nou, daar zijn hele goede dingen over gezegd. Namelijk dat je best kunt afwijken van die 2%. Het kan meer of minder worden. Maar immigratie, integratie? Naar hoe heet het? Wat er nodig is. Immigratie, integratie. Ik ben bij integratie geweest, waar ook vrij links is aangeschoven. Edith Terstal was met Shirin Moussa was er ook. Okay. En Bente Becker die leidde dat gesprek. En ja, wat je eigenlijk ziet is dat men heel erg kijkt van oké, hoe gaan we de komende tijd veel meer zaken als universele waarden zorgen dat je dat centraal stelt. Hoe kun je de liberale waarden, dat je veel meer idealistisch liberaal gaat worden en niet tussen FVD en D66 gaat ingehangen. Okay. Maar dat zijn mijn persoonlijke opinies die ik eraan overhoud. Straks naar Harry van der Molen, toch nog even dit toe. Dichten ze hiermee, denkt u, het gat op rechts? Nou, zie ik er maar bij. Nou, nee, ze dichten het gat. Ik juich het toe als de liberale waarde van de VVD, als daar een herbezinning op komt. Dat is hartstikke mooi. En dat is ook heel erg nodig. Er zijn veel mensen die dat willen. Ja, ik denk het wel, ja. Maar dat zijn niet per se mensen die gewoon een rechtse politiek willen. En dat mag ook. Ik bedoel, er mag ook een ideeënstrijd zijn in de partij. Maar nee, de kiezer bedienen op rechts betekent minder belastingen, een kleinere staat. Directere democratie vind ik ook, eigenlijk hoort dat erbij. En strenger op migratie en op integratie voornamelijk. En op de-islamisering. Ja. Nu Harry van der Molen.